Ah, zijn knie. Oh, echt last van mijn knie. Let's go! Kom op, Noël! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Dames en heren, super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik bedenk me opeens dat ik gewoon richting de 8 jaar ga van elke dag mijn leven film. 8 jaar, dames en heren. Het is wel een beetje vermoeiend, moet ik zeggen. Maar het is ook zo ontzettend vet. Ik maak echt de vetste, gaafste, tofste dingen mee. En in deze tijd is het allemaal wat lastiger. En probeer ik echt elke dag een vet video voor jullie online te zetten, zodat jullie even wat afleiding hebben, extra kunnen lachen. Dus ik hoop ook dat dat vandaag weer gaat lukken. Noël die is al wakker, die is aan het douchen hier. Thijs die ligt als het goed is toch op bed. Dus laten we eerst even proberen Noël te laten schrikken. En dan daarna door naar Thijs te gaan. Om te zeggen FBI open op. En dan trappen we zijn deur weer open. Dus laten we eerst even bij Noël checken. Oh. Goedemorgen trouwens Flix. Goedemorgen. Wow, wat zit je haar goed. I like your catchy. Oké, dan gaan we. Even kijken of het is open. Hij heeft hem niet op slot gedaan. Hij heeft hem wel op slot gedaan. Shit. Oké, dan moet ik hem maar openmaken. Met een sleutel of zo. Ja! Hij draaide het slot weer terug. Die was zo mooi. Oh, dat was echt fantastisch. FBI, open op! Hey, maatje. Ik neem mijn kleertjes uit. We neem mijn kleertjes uit. Zoek met je zaklamp. Ja, anders moet ik het lampje aanzetten. Nou, goedemorgen maat. Ik druk wel even 2 keer. Pling, pling. Hoppakee. Lig eens aan, alsjeblieft. Marvin heeft al een lekker shakeje gemaakt. En een cappuccino. Oeh, de cappuccino. En ik ben erachter gekomen dat ik deze auto kan besturen met deze afstandsbediening. Hoe gruwelijk is dat? Ik zal hem even uit de lader halen. Zo, zal ik hem even aandoen? Oké, let op. Woyo. Woyo. Gaan spelen met je auto. Geniaal toch? Stel voor ik zet Luciano erin en ik ga rijden zo met deze. Dat is toch geniaal echt. Dat wordt zo lachen. Hij kan zelf rijden. Ja, hij kan zelf rijden, dat is waar. Maar het is ook wel grappig om die afstandsbediening te hebben. Maar hey, Noël, goedemorgen. Oké, laten we eens even kijken wat Marvin heeft gemaakt hier zo. Oh, wat lekker hé. Marvin, haar specialiteit is echt smoothies maken hoor. Wow, deze is goed gelukt. Moet je checken. Wow. Het is of een ballonnetje, of een tulp, of een hartje. Nou, dat is toch knap als je 3 dingen in 1 kunstwerk ziet. En kijk, de Knolpower mok. Mok. Knolpower koffiekop. Cup. Nou, in ieder geval, goedemorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ga er wat... Wie deed het nou? Hey maatje. Hey, ben er weer. We gaan er weer wat moois maken vandaag. Wat dacht jij toen? Want ik dacht eerst dat jij de deur niet op slot had. Dus ik trok keihard aan die hendel. En toen hoorde ik jou af. Wow. En toen daarna dacht jij, waarom gaat dat slot zo lang zo? Ja, dat ziet in die douche uit. Ik heb het slot, ik doe dat zo terug. Dat was zo grappig. Ik draaide op het laatste namelijk die sleutel niet zelf. Dat deed Noël. Die deed het slot zo weer terug. Oh, dat is zo mooi. Ham op je gezicht. We gaan even naar rechts, want kijk hier. Wow!
zieke panigale. Is dat panigale? Weet je wat het is? Jawel, maar was het een panigale? Ja? Dat zie ik. Ik ben Yamaha fan. Dan zie ik zo wat voor doek dat is. Echt niet. Het was geen panigale. Volgens mij wel. Gast, die panigale is fucking duur. Ja, die is iets van 60k of zo. Volgens mij nog duurder. Nee, volgens mij is die allernieuwste panigale tussen de 60 en 80k. 1, 2, 3, 4. Oh ja, dat is geinig. Altijd als we 1, 2, 3, 4 zien en op een of andere manier zien we dat heel vaak, dan laten we dat aan elkaar weten. Gaan wij hem inhalen. Zo, hoor dat dan. Hé, hey, maar ik heb wel een ding, man, wat ik moet zeggen. We zijn 8-8-8-8 vergeten. Ja, dat heb ik gisteren ook wel gezegd. Oh, damn it, man. We ja, we zijn serieus de 88.888 kilometer zijn we vergeten. Ja. Damn it! Dus nu wordt het 9999999999999999. Ze komen weer. Nee, daar ga ik wel voor. De maatjes komen terug. Ik denk dat hij even wil kletsen. Net op dat geluid. Hé, hey, hij wil praten. Oh, hij wil even iets zeggen volgens mij. Zit uit zo'n rechtsbeetje. Hij is on fire, you know? Yep. On fire. Heel ziek. Waar hadden we het over? Ik zal toegeven, reden even een klein stukje te hard. Maar we hebben nu trajectcontrole, doen we nu even rustig aan. Dat is lastig, weet je wel. Je rijdt in een hele snelle auto, je rijdt op een hele snelle motor. En dan je maar eens aan die snelheid houden. Dat is toch wel heel erg lastig. Maar ja, af en toe eventjes een beetje gas geven. Dat is wel echt even lekker. Oké, we komen nu bij een tunneltje aan. En de motorrijder is nog steeds met ons. Dus dat is nice. Dus dan gaan we nogmaals even een keer ultiem genieten van zijn motorgeluid. Want dit is wel echt heerlijk, hoor. Moet jij hem eigenlijk ook in sport zetten? Oh, dakraam. Kan het dakraam niet open? Ja, het dakraam kan open. Dan hoor je wel wat wind, denk ik, hoor. Maar je hoort zijn geluid ook heel hard, hoor. Shit, dat is echt heel ziek, hoor. Echt lekker. Niet, zo hard is mijn motor niet. Nee. Oh, oh, oh. Hij zit nu achterom te kijken, waar is hij nou, hè? Holy moly. Oh shit, politie. Niet. Wacht ons. Echt? Nee, grap. Zo, we zijn even bij het tankstation. We gaan even koffietje halen bij de Starbucks. En de motorrijder is hier ook. Ja, die is hier ook. Die is er ook. Die wil graag even op de foto. Ja. Dat wij zo nu naar hem toe lopen. Ja, wegmisbruikers. Ja. Zijn het. Doe. Wegmisbruikers, je hebt een bekeuring. Wat voor koffie wil jij? Ik hoef geen koffie. You sure? Ja, weet ik zeker. Do you want anything else? Nee, is iets grappigs aan te denken. Nee, doe maar lekker sappie. Sappie! Het is lekker weer, dames en heren. Het is niet normaal. Gewoon, de bril is bijpassend voor vandaag. On fire. En lekker sappie. Yay! Lekker sappie. Wow, gezonde... Ziet er goed uit. Je hebt een lekker maatje. Hij rockt weer die sandalen, hoor. Lekker, man. En kort broekje. Maar ik sta hier eventjes. Ongeveer 10 minuten waren jullie binnen. Dus druk, volgens mij. Zo lang? Ja, volgens mij wel. Hier buiten was het ook druk. Want ik ben serieus alleen maar op de foto gegaan. Iedereen is onderweg of naar het strand of naar de stad. Of gewoon allemaal leuke dingen doen. Dus dat is mooi. Dus een paar mensen blij gemaakt. Een paar videoboodschappen weer ingesproken. En ja, nu even lekker sapje drinken. Ik heb gewoon mijn hoodie uitgedaan. Ik kreeg gewoon serieus te warm. Ik begon een beetje te zweten. Niet normaal. Ik had het net ook nog over met andere mensen die hier stonden. Die zijn dus onderweg naar het strand. En serieus, vorige week was het bijna min 20. En nu is het gewoon bijna 20 graden. Wat? Gewoon in een week tijd bijna 40 graden verschil. Nou, bizar. Volgens mij heb ik dat nog nooit meegemaakt. Zo snel. Niet in Nederland in ieder geval. Gaat de motor rijden weer. Gruwelijk. Nou, gaat weer. Even lekker toeren. En wij ook. We gaan ook lekker toeren. We gaan naar Hoorn. Hey, ik word uitgedaagd voor een ollie. Let's go, man. Shit's easy. Are you sure about this? Ja. Zo, die is echt klein. What's up, man? Nu jij. Nee, dat was wel heel gangster. Yeah.
Oh, nice, nice, nice. Geet ze. Succes nog, ze. Ciao, thanks. Houdoe. Houdoe, hè? Oké, nou gaan we er nu echt vandoor. Zo mooi dat ze gewoon oprecht schrok van mijn ollie. Geniaal. Dat was ook echt hoog. Oké, ik zal jullie zeggen dat deze zonnebril wel echt heel erg cool is met die vlammetjes. Alleen tegen de zon doet hij echt bijna niks. Echt, dan doe ik liever even deze bril op. Die is echt veel chiller. Als het aankomt op echt goed kunnen zien. Oké, lekker muziekje op. Gaan we weer viben. Moeten we nog klein 3 kwartier. En dan zijn we er. Even weer een nummertje van mijn afspeellijst. 140.000 volgers. Holy shit. Niet normaal. Dus mocht je me nog niet volgen, mijn afspeellijst die ik altijd luister in de auto onder de douche, waar dan ook. Check even de link in de beschrijving van Spotify. Daar gaan we. Not again. Welk nummer van mijn afspeellijst is jullie favoriet? Jullie mogen er allemaal eentje kiezen. Maar even kijken. Oké, even kijken. Ik weet hem al. Welke? Ja, ik heb die... Ordinary People. Oh ja, dat is sowieso die van jou. Ordinary People. Die van jou, Thijs? Mijn is op dit moment Motorboat door jou. Yeah, van Tory Lanez. Ik dacht, damn, dit is een banger. En die van jou, Myron? Die van mij, Enough. Van Lil Moos. Oh, die heb jij toegevoegd eigenlijk. Want jij zei van, yo Enzo, deze song is echt fire. Ja, die vind ik echt nice. Gaan we die nu luisteren? Gaan we die nu luisteren? Ja, maar vijf seconden. Show me when you made it. I know she finna ride when you hate. Ja, meer kan ik niet laten horen. Ah. Ja, dom, ik kan niet meer laten horen. Het is allemaal copyright. Het past ook bij het weer buiten, hè, zo'n vibe. Ja, dat is die beat, jongen, die dropt erin en dan... Altijd als Enzo die doet, hoe noem je dat eigenlijk? De wow. Dan doe je ook met je hoofd helemaal zo. Ja. Zal ik die van mij nu even laten horen? Nee, doe maar niet. Goed. Holy shit, dit is een panigale. Dit is serieus een panigale. Yo. Harder dan? Ja, harder. Kan niet harder. Hij gaat eraf. Verdumme. Dit is echt een panikale. Holy shit, blijf wel echt. Ik hou ervan als motoren MK op hun kenteken hebben, want dat is Myron Koops. Hey. Jij hebt gewoon 2 motors waar MK op het kenteken staat. Ja, klopt. Allebei Myron Koops. Ja, ik hoop zo dat als ik ooit een motor heb dat er ook MK is. Dat zou zo leuk zijn. Ik was zo aan het filmen naar die motor. En op een gegeven moment reed er zo'n auto zeg maar langs onze auto. En toen ging ik inzoomen op die guy. Ja, nou dat moet vast wel goed komen. Want volgens mij bijna alle motoren MK erop, nee, of niet? Nee, alleen M. Hoe bedoel je alleen M? Bij een motor, elk kenteken heeft... De M staat toch voor motor? En dan die K? Willekeurig, op welk jaartal en welk maand je hem hebt gekocht. Ja. Dus die K die komt eens in de zoveel tijd weer terug. Wow, en dan is het echt toevallig dat ik ze allebei MK ja, heb. Wow. Ja, want niet heel veel motoren hebben... Ja, tuurlijk hebben we wel veel motoren MK. Maar je kan ook MZ of zo hebben. Ja, gewoon elke letter in het alfabet. Ja, behalve klinkers. Hoezo geen klinkers? Ja, weet ik niet. Dat hebben ze gewoon niet. En ik heb dat ooit van mijn vader geleerd, maar ik ben het een beetje vergeten. Hè? Want mijn vader kan letterlijk aan elk kenteken zien uit welk jaar die komt. Echt super snel. En soms ook welke maand, ongeveer. Maar je hebt bijvoorbeeld volgens mij de B, heb je nooit. Want dat is volgens mij voor het Koningshuis of zo. Of de T is voor Defensie of zo. Zo heb je een paar letters die in normale kentekens niet zitten. Maar voor het Koningshuis en voor Defensie of het leger of zo heb je die dan letters dan wel. En een B, die mogen ze ook niet, hè? Want die mag alleen Benny. Ja. Je kent Enzo toch een beetje? Maar ik zei al 12 uur. Hi mama. 12:30. Hey mama. Wanneer kom je weer bij ons wonen? Niet met hun. Hey, waar heb ik gedaan? Hey. Wat voor je? Een horloge. Oh, voor wat? Voor wat? Het is 2 uur, man. Ik was hier al 12 uur. Ja, maar ik heb een verrassing voor je. Ik heb een verrassing voor je. Ja, we zijn echt flink te laat. Maar ik heb een verrassing voor Door je. Door wie? Oké, let op, hè. Let op. Deze verrassing, hier ga je zo blij mee zijn. Dit is niet normaal. Je hoedenplank. Je hoedenplank, alsjeblieft, maat. Het is allemaal goed nu. Gewoon, joh. Misschien is er dit mobiel. Ik belde serieus Lars laatst op. En ik zei van, ben jij je hoedenplank misschien kwijt? En hij zei, wow, die ben ik echt al maanden kwijt. En die heeft gewoon al die tijd bij mij thuis gelegen. Ik had al opgegeven met zoeken, gewoon. Denk ik, die ben ik kwijt. Maar gast, ik heb je auto nog nooit in het echt gezien. Nee, dit is het dan. Ja, sick. Ook wel vet dat dit dan zwart is. Ja, ja, dat is echt nice. Ja, echt leuk. Geinig gedaan. Allemaal smileys. Ja, op mijn auto komt ook over een paar dagen een nieuwe rap, dames en heren. Ik denk nog iets van 6 dagen en dan zit het erop. Dus dat wordt gruwelijk. En in ieder geval, we zijn hier in Hoorn. En we zijn bij, hoe heet het? Sam City? Sam City, yes. Laat maar raden, de eigenaar heet Sam. Nee, dat is toch niet zo? Ik weet, hoezo is dat zo? Ja, zo. Ik heb geen idee. Hoezo heet het zo? Ja, zo. Oké, nou, we hebben geen idee. Dat heet zo. Maar we zijn hier in ieder geval en binnen heb je dus blijkbaar een heel vet park. En ik heb gezien dat Lars aardig wat trucjes aan het oefenen is met de BMX. Ik moest natuurlijk niet te veel geven, hè, want het valt allemaal
allemaal best wel tegen. Ja, maar volgens mij, als je zo iemand ziet op een fietsie, dan denk je van, ah, oh, dat valt wel mee. Maar als je dan zelf gaat proberen... Je denkt ook dat je een trick doet, denk dit was vet. Film je het? Helemaal niet vet. Ja. Oké, okay, cool. Maar ik heb wel iets bij me wat er meteen wel badass uitziet, zeg maar. Even checken. Ik heb dan van die coole... Ja, nee, die heb ik ook. Van die coole crosshandschoentjes. Nee, dat maakt het wel vetter. Ja, hè? Dan is het, kan je alles doen gewoon. Daarom. Flinke patsen mee. Ja, dat bedoel ik. En ik denk, doe een beetje drip aan hier. Kijk dan dit. Je mist alleen wel wielen. Ja, maar ik had gehoopt dat jullie die zouden hebben. Sowieso. Ja, serieus? Ja, natuurlijk. Ik hoop allemaal gewoon. Echt? Ja hoor, dus je kan een compleet maken hier ook. Oh, sick. Ja, want ik heb deze ooit gekregen van mijn leverancier als cadeau van, yo Enzo, je bent jarig, skateboard, tada. Dus toen dacht ik, oh vet. Maar toen dacht ik, ja, geen wielen. Hij zei, nee, het ging alleen om het bord. Kan je nou, succes ermee. Kan je... Ja, nou, kom ik meteen even shoppen hier. Zo. Sick. Dus deze gaan we heel maken. We hebben nog wat andere dingetjes meegenomen in de auto. Zoals mijn elektrische boards, een pennyboard. Dus ja, ben benieuwd. Oeh, we komen in de buurt, we komen in de buurt. Ik ben echt lang niet bij zo'n parkje geweest. Wow. Oké, dat is duidelijk de workshop. Daar verderop, allemaal stepjes en zo. Wow, dit is veel groter dan ik dacht. Wow, en dat is jouw fietsje. Ja man, dit is mijn fiets. Gruwelijk. Nou, laat maar zien wat je kan dan. Ik kan niet zoveel. Maar je kan wel wat. Ja, maar ik heb jou wel zien jumpen. Ik ga hier liggen en dan jump je over me heen. Nou, ja, dat kan wel. Ja, dat gaan we ook meteen doen. Dat is goed. Ga je ook wat doen, Benny? Nou, ik ga eerst even afkijken hoe last ik ga doen en dan beslis ik wel. Ja, echt wel een mooi plekje hier zo. Oké, we gaan het gewoon meteen first try. Geen oefening of iets of wat dan ook. Het zag er smooth uit. Ja toch? Ja. Is zo'n fietsje zwaar of niet? Oh nee. Maar ja, met springen moet je allemaal. Mag ik eens een jumpje doen? Ja, doe maar hoor. Wee! Ik ben benieuwd. Ik ga ook even kijken of we dan mijn skateboard even kunnen fixen. Maar ja, dit is echt allemaal veel moeilijker dan je denkt. Je ziet op die films altijd gek ziek shit, maar het is echt lastig hoor. Ik ben nu al buiten adem. Wat gebeurt hier nou? Wat doe jij? Myron die is... Oh, yo, oh, yo. Oh, ik moet beter uit gaan kijken. Het is echt moeilijk als je daarop wil. Maar jij gaat hier gewoon naar beneden. Oei. Oh, 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 oh. Pas alsjeblieft op. Ja, dat is de andere kant op dan, hè? Doe je dat? Dat weet ik niet. Ik vind dat ook wel lastig, hoor. Dit is gewoon zo lang geleden ook. Pas alsjeblieft op, hè. En nu het... Oei, oei. Oh, kijk Noëlletje. Kan jij al op skateboard? Nee, ik weet het niet. Dan gaat het proberen. Hey, oh! Bijna. Van wie is dit bord? Van jou ook? Nee, die lach je gewoon. Oh, die lach je gewoon. Let's go. Oh, nice. Yes, het lukt er gewoon. Heel nice. Hoi. En dan de kickflip. Ja, dit is wel echt sick hoor. Dit is echt leuk. Nou, een kickflip wil ik zo graag weer kunnen. Ja, ik heb hem een keer bij jou gezien. Maar jij doet dus geen kickflip, jij doet een heelflip, toch? Ja, ik deed iets anders inderdaad. Ik wilde een kickflip, maar blijkbaar doe ik iets anders ofzo. Maar dat weten zij wel, denk ik. Ja, een kickflip, maar blijkbaar doe ik altijd iets anders. Kickflip is nou heel vreemd. Je komt wel in de buurt, hoor. Ja, ik heb hem een keer zien dat hij hem landde. Gezien dat hij hem landde. Nee, dat kan echt landen. Ja. Maar deze vind ik te veel bewegen heen en weer. Deze is wat stugger. Nee. Ik kom nog niet echt in de buurt. Nee. Ik denk dat je het ook even daar moet doen. Want als je hier valt en je gaat zo naar beneden. Oh. Ik denk dat je even les moet van een van die skaterboys. Ja, ik weet niet of zij kunnen skateboarden. Kan je skateboarden? Ja, of course. Nee, niet jij. Hi. Je checkt dit.
Wow. Dat is heel satisfying om te doen. Let op. Wow. Oké, nou dan gaan we bij je mixen. Ik hoor het al. You're a real skater boy. Yo, I'm a skater boy. Nice. Wil jij misschien bij die blokken gaan staan, dan jump ik daar wel in. Ja? Met skateboard? Moet jij gewoon super hard gaan? Ja, dat ga ik proberen. Je moet echt hard gaan. Echt hard gaan, ja? Snel, snel. Echt hard, echt hard, echt hard. Maar het is wel te doen, want je ging een beetje crappy aanrijden. Ja, een beetje schommelend. Ja. Hey. Hallo, mijn bike. Ja hoor. Ja, tuurlijk. Ik kan gewoon met je fiets erin springen. Ga je het doen? Ja. Hey, Noël, met de fiets. De hard fietsen, hard fietsen. Let's go. Hey. Was echt sick. Ja, nice. Lars, met je voeten op de trap blijven, anders krijg je meer je ballen in de rug. Ga jij nu? Yo, doe die fiets weg! Ga jij nu, Thijs? Je moet wel hard, hè? Thijsie! 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 Fietsen, fietsen, fietsen! Dat doe, dat kan niet! Heb je pijn? Heb je pijn? Zijn knie. Oh, echt wat voor mijn knie. Ja, serieus. Ga hem helpen. Oh nee, het is niet dat ik dood ga, maar... Het is niet dat ik dood ga. Je moet op die trap houden. Je knie raakt overstrekt. Oh, maar ik kom eens fucking al 17 jaar gek. En we gaan weer naar huis. Ja, je kreeg die trappen volgens mij tegen je knie. Fuck man, ik dacht echt van nee, ik ga die voeten niet van die trappen. Maar ik had niet verwacht dat je dat zou doen. Ik doe dat al meer dan gaat gelijk. Nee, you got it. Oh. Maar zoals Enzo zou zeggen, gelukkig staat het op beeld. Nou, Enzo, jij. De fietsen staan er al uit, hoop. Hey, kijk weer, dit is grappig. Zijn voet is uit die sandaal gegaan. Ik hoop dat ik mijn telefoon daar op laat liggen. Oh mijn god, dat hoop ik ook. Ga maar snel kijken. Ga maar snel kijken. Ligt Thijs zijn telefoon daar? Oh my god. Oh my god. Ja, hij is daar. Oké, nu Lars. Die was echt nice. Ja, ik vind het ook nog eenmaal. Maar... Dat is wel de beste manier hoe jij het doet. Ja, dat als je gewoon. En je denkt, kut, ik klap mijn stuur er gewoon overheen. Ja, maar nu moeten we toch gewoon een keertje met jou gaan downhill mountainbiken. Ja, daar ben je wel een beetje beter in geworden. Nu kan ik het zo goed. Denk ik echt. Ja. Oké, let's go! Hadden we! Wow, die was echt nice. Wat? Dat is gewoon kut. Hij staat ineens recht. Ik sta in één keer recht op. Hij staat er ook gewoon op. Dit is het laatste wat ik had verwacht dat zou gebeuren. Hey, hoezo heb jij je motorhandschoenen mee? Ja, ik dacht ik neem handschoenen mee. Hey, leuk dat je dat ook tegen mij zegt, dat ja, ik die mee moet nemen. Ja, die pas ik toch niet. Nee, deze laag serieus ik nog in mijn auto van gisteren. Oh. Ik had dikke handschoenen mee en dunne. En zo net dacht ik van, hey, ik heb mijn dunne handschoenen nog in de auto. Ja, nice. Oei, ho, maar ik ga verder. Hey meid, zo kan je wel een barspin oefenen. Ik wil eigenlijk zo fietsen zo van zo'n ramp of zo. Oké, okay, doen we. Nou, vandaag. Ja, zo'n sideflip. Wow, hij heeft nooit sideflip gekund en hij poelt hem nu gewoon. Dit is wel in de buurt. Blijf gewoon altijd alles proberen en het gaat maar goed ook. Het is echt, ja. Het gave heeft die gast, is niet normaal. Behalve die keer van die duikplank. Maar dan was ik erbij. Als ik erbij ben gaat het goed. Dat is het. Hé, hey, maar dit springen is echt leuk. Dit is echt leuk. Gaan we nog een keer nog wel? Dit zijn ook gewoon Sam! Sam! Cherry. Cherry, ga jij nu springen hierin? Met de salto? Met de frontflip, hè? Dat kan ik wel doen. Ja, met de fiets. Ja, ik weet niet of ik goed gedaan, maar ik heb het al wel een keer gedaan. Oké, nou nice. Oh, crazy. Is het een golden ticket nu? Nee, er liggen daarachter ook groene. Lars, die doet dat weer voor de vlog. Doe jij toch ook altijd? Ja, dat is waar. Zo, dit is best zwaar, hè? Oké, Cherry, my man, you got this. Oh!
vinden. Oh, het is nu al zo blauw. Oh ja. Maar dat maakt niet uit, want dan word je hard van. Ik ben te bang. Ben ik niet. Waar zijn kan dit maar. Waarom heb jij geen bescherming aan eigenlijk? Weet ik veel. Ik was die ain't no pussy like us, man. En ik doe straks alles aan, hoor. Ik ook. Vooral schiet. Ik ga even alles aan doen, man. Ik doe helm, elleboog, knieën. Knieën moet ik hebben, want dan heb ik een blessure. Wow! Nu voel ik me net zo'n papa die de kind gaat leren fietsen. Kom op! Voorzichtig, Maiwen, voorzichtig. Oei! Kijk, Maiwen gaan. Ja, Maiwen die durft bijna ook altijd wel alles. Maar ze moet wel een beetje voorzichtig doen. Ze had al last van de enkels. Oei! Vind je het leuk? Ik denk dat dit niet zo moeilijk is. Kijk, hoe hoog is dit? Dit is iets hoger dan mijn knie, dit stukje. Oké, Lars die gaat als eerst. Best wel harde impact volgens mij. Oh, oh, bijna. Bijna ging je erop. Ziet er echt stoer uit hoor, Marvin. Ja, de springen is ook lastig. Wow, wow. Lekker hoor. Met mijn mountainbike zit ik vast met mijn voeten. Ja, klopt. Ik snap precies wat Maiwen bedoelt. Als Maiwen en ik gaan mountainbiken, dan zit je vast met klikschoenen en hier niet. Dus dat is even wennen. Maar vraag je, kunnen we even beschermende kleding aandoen? Even helmpje. Zeker. Hebben jullie ook elleboogbeschermers en knieën en zo? Nice. Alles. Oké, laten we onszelf gaan inpakken, boys. En girl. Kun je iets langer blijven? Ja. Ja, inderdaad. Dan zijn we niet met een half uur weg. Oh, maar dit is wel echt een mooie plek hoor. Holy moly. Ja, zonder dat dat dan dicht moet, hè? Het zaten eerst veel kleiner qua shop, zeg maar. Maar dat ging zo goed. Dus, het is gewoon uitgebreid. Die stepjes die zijn heel hard de laatste tijd. Ja, ik zie ook heel veel van die step-tricks op TikTok en zo. Dat is heel veel, hè? Bizar. Zo'n kleine kindje gewoon. Ja, dat is echt ziek. Dit is dus nieuw, hè, deze? Dat is voor je handen. Oh ja? Zo. Sick hoor, sick. Hier een beetje gel, ook altijd lekker. Nou, smeer me niet meer. Ja. En zo heeft een heel groot hoofd. Waar komt dat vandaan? Hij vroeg, moet ik weten wat voor groot hoofd. Oh ja, klopt. Ja, ik heb een heel groot hoofd. Ik ga naar het schaatsen. Ik zeg het heel eerlijk. Ik heb wel L, sowieso. L-tje? Ja, een L'tje. Van lekker bezig. Ja, die is nice. Hey, dit is wel even een sunny side up, hè? Zeker. Hey, dat is wel de kleur, hè? Ik denk een M'tje. Ja, van Maiwen. En anders de S van sexy. Heb je gemist, hè, Nicole, die grapjes en zo? Dat weet ik, ja. Ik denk dat ik een S'je moet. Ja, zie je, dat dacht ik al. Ik heb een L'tje, denk ik. Ik heb ook een L'tje. Ja, van... Lul. We hebben ook een XL, hè. Mensen met een XL. Thank you. Wat heb jij? Heb jij een B? Nee, de L van love. Waarom kijk je zo boos? Nee, focus. Petje, bro. Let's go, man. Hallo. Hallo. Hey, volgens mij kijk jij mijn video's, of niet? Hoi. Als hij nu nee zegt, is het super awkward. Eigenlijk wel. Yeah! Oh my god. Mag ik hier ook met mijn bestuurbare auto rijden? Nou ja, daar hebben we het wel een beetje voor bedacht, ja. Ja, want ik heb een bestuurbare auto mee in mijn... Heb je die ook mee? Ja. Ik moet halen. Ja, serieus, die gaat 130 of zo. Ik ben helemaal te leven. Ik heb genoeg. Ja, maar is het, Oh, vang me op, vang me op. Kom ik er aan, waar doe ik van? Ik zoek een beetje bescherming. Zo van. Oh, schouders niet. Ben je ook? Gaan we er even mooi op denken? Nee, maar oh, dit zal wel nice zijn, ja. Dit zijn knie. Kijk, hoppakee, kniebescherming. Ja, ik wil gewoon de hele mikmak. Dat lijkt me echt verstandig. Oké, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, I'm fully protected. Dat is wel handig. Ik heb gewoon hier camera. Lars heeft mijn vlogcamera. Noël, die gaat wel lekker hoor, moet ik zeggen. Ik moet mijn broek trouwens wat strakker doen, of niet? Anders blijft hij zo haak aan het gaan. Tegen zo'n beeld na, weet je wel, dat je zo voorover bukt. Ja, dit wordt vet. Zal ik even een paar rondjes achter jou aan fietsen? Dat wel. Volg jij mijn route? Ja. Het is een spel, hè? Dat heet Follow the Leader. En dan moet je achter elkaar aan fietsen en elkaar nadoen. Dat is wel lachen. Ja. En dan ga jij ergens op springen waar wij niet doen. Dat kunnen we wel doen. Wij gaan Lars volgen. Dat gaan we doen. Wij gaan Lars volgen. En als je denkt, spring ergens op, wij gaan gewoon proberen. Ja, dat is goed. Ja? Let's go. Hey, kijken. Let's go, man. You know how we do. Heb je geen andere schoenen bij je? Nee. Ik ben zo dom, ik doe deze schoenen aan. Ik denk, ja, enge drip. Maar ik was helemaal vergeten dat we natuurlijk op de fiets gingen. Maar tot nu toe gaat het me goed af. Dus. Nou, lekker, man. Dat is zo mooi, die gast. Oké, laten we ook maar de fiets pakken. Oké, Lars, wij beginnen bij jou. Let's go! Oh, wat gaat dit nou doen? Wow! Let's go, hoor. Oh!
Ik had niet verwacht dat hij zo snel was. Maar ik dacht, als Lars het kan, dan kan ik het ook. Ja, maar je moet het doen zonder na te denken. Dat is het echt. Ja, zullen we nog een rondje doen en dat je deze dan wel doet, dan ga ik achter jou, ja? Ik had ook niet verwacht dat ik hem zou doen, hoor. Maar ik dacht, ik moet jou bijhouden. Ik moet jou, je weet hoe competitief ik ben. Oei, joh. Oei, joh. Jij ging in één keer grinden. Hoi, joh, wat deed je? Hij zei, ben je mixmaster Lars? Ja, Lars wel, en ik stapte er mijn voet aan. Ik weet niet of ik dit kan, dat beneden. Nee, ik moet wel eens oppassen, ik heb een beetje ruimte nodig. Je begint zo dan. Schappen, recht houden. Ja, ik wil schappen aan. Lekker. Hoi, joh. Hey, let's go, man. Mooi, die was satisfying. Kom op, Noël, focus. Let's go, let's go. Dat ging wel lekker. Ik redde het bijna van gym naar daar naar daar. Lekker, Marvin. Nice. De challenge is nu daar op en weer af. Oké. Okay. Op dat hobbeltje. Het is meestal lastig, hè? Heb je niet gedaan. Let's go. Deed ook? Let's go. Dit is crazy, hè? Je doet het goed, man. Oh, joh, ik ging gewoon erop springen. Iedereen is gewoon lekker bezig. Ja, maar je doet het ook sick, hoor. Maar ook echt goed. Maar dat had ik wel verwacht. Ja, hè? Zo is ook zo alles kunnen. Zij kan maar weer. Hey, what's next? Welke jump wordt de volgende? Je hebt het ook goed, joh. Lekker, maat. Alleen heb ik wel de hele tijd zo van, Mario, pas op, pas op. Dat betekent dat je veel meer ontgeeft, toch? Zeker. Ja, dat gaat ook. Shit, joh. Ja, dat jij zo'n dit Hey, het ging net over jou. Ze praten jullie over hey, weet je waar het over ging? En ze zei van, wow, als ik haar zo zie fietsen, dan denk ik van, we hebben het toch goed met zo'n beeldschone dame. Gewoon, oh, hij werd gewoon nee, maar hij werd emotioneel. Nou, hij zei, wel een beetje oppas met je enkeltje. Maar hij heeft alle vertrouwen in jou, want hij weet, nee, maar hij zegt, dat is een goed teken. Dat je van niemand houdt. Toen zei ik, ja, dat klopt. Fijn. Snap je? Waarom gaan we met deze niet zo eraf nu, hier? Ja, dat is doen we zo. Deze ben je, nee, wacht, over de andere kant op. Dus je gaat hier erop en dan springen we er hier af. Ja, is goed. Let's go, let's go. Je moet wel goed je volgen. Is dit hoger dan? Ja, dit kan jezelf volgen. Maar ik kan je aanzien. Oh! Woe! Hoi, joh! Thijs! Wat? Kijk wel, mijn band is lek. Niet. Ja. Dat heb jij weer. Ik kwam zo hard op die rand daar, omdat ik net niet hoog genoeg kwam, dat hij zo klonk. Weet je wat dat noemt? Snakebite. Een snakebite? Ja, als je zo'n lekker band hebt, dan gaat hij door impact links. Maar hoorde je hem ook echt zo klappen, zo boef. Ja, want kijk, ik zal je laten zien. Ik sprong erop. Heb hem kapot gemaakt. Hij sloopt er al. Hé, Lars, dat kan toch niet? Nee, ja, het is totaal, het is prima. Ja. Ik sprong erop en toen knalde ik zo top. En je ziet het hier ook. Zie je dat? Hij is echt lek. Ja, hij is niet lek, maar hij is wel raar. Dan is er gewoon lucht uitgelopen. Hij is leger dan hij was. Ja, hij is veel leger dan dat hij was. Ja, pak maar even een andere fietsen. Pak maar een andere fietsen. Weer zo'n beginnersfoutje. We staan daar nog amateurtje. Sorry. Ik ga gelijk niet te komen, maar gewoon amateur. Het is wel echt leuk dit, hoor. Ja,
Maar waarom ga jij niks doen? Wil je me dood hebben. Maar heb je wel eens iets geprobeerd? Ik heb op een stepje zo heen en weer gegaan. Zal ik het even voordoen? Ja, doe maar. Oké, Nicole gaat het stepje pakken en dan gaan we Nicole even volgen. Met het stepje. Dat was het al. Dat was het. Dat kan ik niet. Ik dacht, je gaat erop nu. Maar wel sick hoor. Wel een mooie step. Let's go, Thijsie! Oh! Woo! Heel rondje! Dat was een heel rondje! Nice! Ja, die was echt sick! En zelfs die jump daar haalde ik, had ik niet verwacht. Ja. Ik dacht, ik klap weer keihard met mijn achterwand op, maar... Oh, je deed gewoon! Ja! Nice! Ik ging erop! Echt nice! Heb je ook alles gedaan? Wat een baas! Ik ga gewoon mee, hè? Zo mogelijk. Ook alles gedaan, Thijs? Ja, alles gedaan, ja. Helaas niet op beeld, maar dus, ja, nee. Je hebt zeker tips gelegen van Nicole. Ja, ik ging echt heel goed. Ja. Let's go! Let's go! Oké, de camera geef ik nu aan Noël, die gaat even een rondje maken. Zet hem op, maatje. En gaan we! Oei. Oké, ik ga hier gewoon vanaf. Gaat ie? Ja. Oh, ik schrok me dood. Laat even echt een slijmer naar beneden. Ja. Oei, let's go. Hey, dit is toch top, hè? Dit is toch gewoon top. Kom zo. Hoppa. Oh ja. Ik ga jullie nu mijn talentje laten zien. Kom op, hè? Let's go. Als je nu valt, ja, dan heb hij het gejinxed. Ja, Marvin is net één keer een beetje gevallen op de elleboogje. Ja. Wil je echt geen elleboogbeschermers? Nee, oké. Wat ik echt sick vind is dat Maimon serieus hier al opgaat. Let maar op, daar komt ze. Kom op Maimon, focus. Hoppa. En nu hier. Kijk, dit is best stijl. Hoppa. En dan gaat Maimon helemaal door daar naar achter en dan gaat ze daar ook nog op. Ah, sick hoor. Af en toe nog even met de beentjes eraf, maar ik vind het heel knap. Hey, je haalt hem wel. Kom op, let's go. Nice hoor. Die helm daar was ik net vanaf gegleden zo. Nu deed ik hem meteen weer, want anders word je bang. Je moet hem dan meteen weer doen. Eigenlijk wel, ja. Dus nu deed ik hem goed. Ja, ik vind het echt knap. Hier, daar komt nog wel eentje. Wow! Die geconcentreerde blik in zijn ogen. Dat was wel leuk, dat gaat heel vaak zo. Dat is lekker, maatje. Heerlijk. Ja, gaat ook lekker. Genieten. Ja, ik heb ook nog de bestuurbare auto mee. En dat is echt grandioos dat ik daar gewoon straks ook nog even hier mee ga rijden. Moet ik even één bandje vervangen, maar dat moet goed komen. En ik ga heel even vragen of ze mij kunnen helpen met mijn skateboard. Nou, ze hebben eventjes voor mij gekeken hier bij de shop. Maar tot nu toe hebben ze eigenlijk alleen maar zilveren die hierbij passen. En die vind ik niet heel erg mooi. Ik heb dan liever bijvoorbeeld helemaal zwart, mat zwart of zo. Of eentje helemaal wit. Dat lijkt me echt gruwelijk. Wieltjes hadden ze ook niet echt bij deze kleur rood. Dat ik dacht van, oh, heel vet of zo. Dus ik denk dat ik het voor nu nog maar eventjes hier erbij laat. En dat ik dan later dit board eventjes af ga maken. Maar ik vind hem wel tof. En zonde om niet te gebruiken. Dus ik wil hier sowieso nog wel even een mooi setje onder knallen. Ik ga fietsen. En dan blijf jij zo liggen, ja? Ik ga fietsen. Ik ga fietsen. Oké, gaan we dat hier doen? Nee, toch? Dat doe het daar. Daar is beter. Of ik ga ergens liggen in die bak en dan moeten jullie springen. Dan hopen dat ik niet raak. Let's go! Oké, Thijs die gaat daar zo liggen en Lars en ik gaan over hem heen springen. Ja. Kan jij dit? Ja, denk het. Je achterwiel gaat hem wegvragen. Ik heb het nu alvast gezegd. Goed. Hey, maar als ik op jou land, hebben we wel een goede thumbnail. En als jij hem dan ook nog maakt... Dat is een win-win situatie. Ik moet zeggen, dit is wel echt fijn hoor, die bescherming. Ik denk wel bepaald vertrouwen. Oké, let's go. Gaan we hem doen? Ik ben ready. Goed, we gaan weer niet oefenen, we gaan het gewoon doen. First try. Oké, let's go. Maatje, succes. Ik kan het, maatje. I love you. Are you ready?
ging een dikke OB volgens mij hoor. Ik weet niet waarom. Het was gewoon gevoel, maar... Ging ik hoger dan Lars? Ja, ik had het gevoel dat je hoger ging als Lars inderdaad. Zie je? Dus je kan nog verder liggen. Of jij erbij? Ja, twee. Ja, wel erbij. Dus je helmpje op. Ik mag je jongetje aankleden. Nee, serieus, content. Papa vraagt het, dus we ja, doen we wel erbij. Dat vind ik goed. Kom, gaan we lekker samen liggen, jongen. Dat is goed. Doe het er wel goed. Even lepeltje, lepeltje gewoon. Dat is wel heel romantisch. Ik vind het wel echt een helde actie dat ze daar eigenlijk ja, bij liggen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb het al wel eens gehad, dus ik weet wel hoe ver dat ik haal het wel. Maar bij jou is het wel gokken. Hé, hey, Thijs ligt achter. Ja. I got you, Thijs. I got you. Ga jij maar eerst. Ja? Nicole erbij, let's go! Hey, maar no stress. Even serieus, ik red het makkelijk. Dat is wel goed gewoon. Ik had geen moment dat ik dacht van, hé, dit is wel spannend aan het worden. Even zo'n extra trapje erbij en dan haal je hem alweer. Ik wil wel, maar dat wil ik aan het begin liggen. Ja, is goed. Dat vind ik wel goed, want dat is een meisje. Dan ben jij een keer aan het einde, ja? Steven 4SK. Ja, zij doen Steven 4SK wie op het laatste moet liggen. Wacht, beste uit de drie, hè? Dus wie als eerste drie? Oké. Oh! Thijs die heeft het niet meer, die steenpje schaar. Kom maar, vals spelen, vals ja. Achteraan, vals spelen. Ja, hij moet achteraan. Wauw, hoe kun je zo zijn? En dat op film, en dat op film. Wauw, hoe kun je zo zijn? Wauw. Hey, die was echt disrespect, man. Lekker Nicole! Ja hoor. Oh, Nicole gaat als tweede, sick hoor. Oh, Nicole. Nicole. Nicole is een beetje bang. Kijk eens even blij, of je het leuk vindt. Het is helemaal gestoord. Ik haal dit niet. Tuurlijk wel. Het is maar anderhalve meter, joh. Hey, Noël, blijf liggen. Oei, joh, oei. Hey, komt goed, komt goed. Hey, ik viel vol op mijn knie, maar kniebescherming. Hè? Ga ik dit redden, even serieus? Ja, ik weet het niet, man. Ik heb jouw sprong geen één keer gezien, want ik was elke keer aan het afremmen. Ja, want jij hebt geen rem, dus je moet wel opletten. Je moet opletten, anders vlieg ik. Maar goed, ja, ik weet zelf ook niet of ik het haal. Ai, ai, ai. Ja. Heb je ooit eerder over drie mensen gesprongen? Nee. Nee? Ik sprong een keer over één iemand op de vloer en die landde ik op zijn buik. Dus... Zijn er klaar, dus, hè? En dan weer steenpapier schaar. Dan gaat Nicole als eerste, jij als tweede en jullie weer steenpapier schaar. Ja, oké. Oh! Je wil achteraan, hè? We kunnen ook wel bollenflip challenge doen in plaats van steenpapier schaar. Dus wat we doen is, wie het eerst drie keer de bottleflip raakt. Oké. En Thijs mag beginnen omdat hij net had gewonnen. Wat? Kutzo. Je moet drie keer... Hoe hij ineens kan, hè? Oei, oei, oei. Ze net deed hem zo mooi. Oh, dat is één. Nu Thijs weer. Oh, dat is twee. Wij gaan mikken. Oei. Wat doet hij met dat flesje? Nee, nee, nee. Thijs, kom back. Als je hem op de dop doet, heb je in één keer gewonnen. Oh. Thijs, je kan nog, hè? Iedereen wil dat ik win. Oh! Ja, we gaan wel ons best doen, we gaan wel ons best doen. Ja, maar even iemand die hier verstand van heeft, zouden we dit überhaupt halen? Ja, ik weet dat ik het wel haal, want ik ging net wel lekker. Dat zeg je elke keer, maar ik haal het ook elke keer. Ja, inderdaad. Ik zag weer gewoon een ruimte, een vrije ruimte. Maar jullie gaan nu, omdat er vier mensen liggen, toch wel weer iets harder en iets hoger. Je gaat ook harder fietsen, merk ik. Ja, toch? Harde trappen. Ja, goed, wat we doen? Nee, dat is geen pijn. Doen. Willen ze niet raken, toch? Kom aan! Jij hebt echt geluk, jij hebt echt geluk. Ik ben voorbereid. Hij heeft zijn kniebeschermen. Laten we beginnen. Zelf mee tokkel. Ja, daarom is het goed. Alsof ik een pamper aan heb. Ik vind het serieus wel spannend nu, jij? Let's go! Vijfde erbij, vijfde erbij.
goed. Echt nice, dat ging echt goed. Ik zie daar een paar kids. Hey Sam, kom jij er ook bij? Ja, toch? Sam komt er ook bij. Hij is van Sam City. Ik haal dit denk ik echt net aan. Ah, Sam wil er liever niet bij liggen. Toch bij spannend. Nee, toch niet. Nee, Mike gaat er ook bij liggen. Wie gaat achteraan? Ja, ik ben degene die de meeste ervaring heeft, dat is wel eerlijk. Oh, dat zijn jullie twee. Ik ben net achteraan geweest, of nou nu wel. Toch, jongens? Nee. Ik heb geen helft. Welke nog de meeste klappen al op? Doen jullie steen, papier, schaar weer? Leg het al onder de 10, ik bedenk hem. Nee. Oh, ja, ja. Dat is goed. Ja? Nee, ik heb hem achter mijn rug. Oké. Jij begint. 6. Wow, dat was echt ziek. Wow. Oh nee. Kijk om zijn sandalen. Hij blijft. Hier zitten. Ja. Oh, dit is goed, hè? Jij bent echt goed met getallen. Thanks. Jij bent echt goed met getallen. Okay, Noël had geen eens een kans om te raden. Oh. Maar het is ook 6. Ja, gaat te laat. Ja, natuurlijk. Nee, maar bro, shout-out naar Noël. Kan je plannen laten voor kinderen? Deze kans zit er nou niet echt meer in, hè? Ik denk dat daar de teelbandjes helemaal pittig zijn. Oh, moet je nou lachen of huilen? Nee, kom op maat, jij kan dit, oké? Jij kan, jij hoeft alleen te leren. Jij kan dit. Ja, maar er wordt geen één keer gezegd, kom op. Kom op, mensen, jij kan dit. Jij kan niet maatje. Even met z'n allen. Oké, komt goed. Knallen. Geil, je hebt mooie ballen. Hij is er hoor, let's go. Content. Ik had niet verwacht dat ze dit zo snel allemaal zouden doen. Nee, ik had wel verwacht dat iemand zou tegenstribbelen, maar dat betekent dus dat wij het zeg maar goed doen. Maar je moet hier toch ook wel iets van een wereldrecord voor hebben, of niet? Een wereldrecord over mensen springen ja, of zo. Zeker. Maar dan of gewoon vanaf de grond, denk ik. En... Ja, dat is er inderdaad. Ja. Maar ik weet niet hoeveel. Allemaal, hebben jullie er zin in? Hebben jullie er zin in? Duimpje omhoog als je er zin in hebt. Volgens mij raakte Lars echt bijna Noël. Ik denk serieus dat we het hier even bij moeten laten. Want dit was echt sick. Hoeveel mensen lagen nou 5, hè? De mensen raken ook op. Ja, sick. Ja, de mensen raken op, ja. Holy shit, 5 naast elkaar. Oh, dit was echt sick. Dit was echt nice. Oké, dames en heren, ik heb de bestuurbare auto gefixt. Samen met Mike hebben wij even een bandje verwisseld. Dus er zit nu een nieuw bandje op. En ja, we gaan eens even een beetje rijden hier zo. Ik heb de camera aanstaan, dus ik zou zeggen, ga ervan genieten. En dan gaan we even een rondje rijden. Dan gaan we even, we gaan achter Lars aan. Hey Lars, hier komt een perfecte moment. Als jij nou even je fietsje weer pakt, dan ga ik met de bestuurbare auto alles doen wat jij ook doet. Ja, goede deal. Tenminste, wat kan met de bestuurbare auto. Het is toch wel moeilijker om Lars bij te houden als je een bestuurbare auto hebt in plaats van een BMX met 2 wielen. Hallo? Ja, dat was even niet goed gegaan. Hoi! Oh, de camera is niet meer. Dit is zo moeilijk met dit ding hier zo. Je hebt met dit ding ook bijna geen grip door die vloer, want het is best wel glad. Ik zal je laten zien hoe weinig grip je hebt. GG's. Oké, ik ga over Lars heen springen. Oh, what the fuck? Oh shit. Holy. Oh shit. Je rijdt tegen me aan! Ja, bro. Hij ging niet omhoog. Gaat het? Het gaat goed. Wil je dan eens een tip geven? Je tok
ook wel dom van pak. Nee. Ja, pak het. Oh my god, waarom? Dit was zo dom. Hij gaat goed toch? Dus wat? Gelukkig gaat het gewoon. Oh, ik moet even opnieuw, maar ik dacht, dit is iets wat gewoon in één keer lukt. Gewoon easy. Die BMX vond ik spannend. Ik dacht, dit, peanuts. We hebben geen eens dit geprobeerd. Laten we nog een keer even dit. Oh, kijk dan. Deze dingen zijn heel kwetsbaar. Kijk, deze is al los nu. Zie je dat? Ja. Dus, ja. Iron Man. Lekker ja. Gesloten. Ja, je hebt een stalen hand, joh. Jij. Ah. Niet meer fokken, hè? A few moments later. Hey, let's go. GG's. Ik kan bijna niet meer sturen met die auto, omdat dat ophangstukje kapot is. Ik kan serieus niet meer sturen, daarom was het heel moeilijk om in een rechte lijn op die schans af te gaan. Maar ja, dan was het voor de auto, hij is gewoon alweer kapot. Kan ik er je winst om, je loest om. Precies. Oei, oei, oei. Zo, jullie zagen heel even niks, maar ik moest even mijn arm even helemaal strekken in de lucht. Zo, jeetje, ik heb net geslapen. Heerlijk. Myron heeft de hele weg naar huis gereden. Dus ik heb echt even een lekker dutje gedaan. En check eens even wat ik in mijn handen heb. Ik heb hier heerlijke Chinees. Dat heb ik al best wel een tijd niet gegeten. En in één keer dacht ik van, nou, dat lijkt me wel een goeie. Ik ga namelijk om 6 uur weer streamen tot 10:30. En dus moet nog even wakker worden, even een beetje eten. Nou, dat kan echt perfect, want het is nu 5:30. Ik heb nog een half uurtje. Dus dat moet goed komen. Dus dan is dit nog wel even een goede maaltijd. Zo, dit zou echt even genieten. Oh, echt nice. Vond je het ook leuk bij het skatepark, jongetjes? Ik vond het gezellig. Nice, dit is wel echt genieten hoor. Kijk dan. We hebben echt al even een tijd niet gegeten. Chinese. Wat wil je, broertje? We hebben elkaar ook contact met Nino. Altijd, bro. Love. Maatje. Rust gaan, bro. Was het in de stream? Was fucking gezellig. Was geweldig. Was echt leuk weer. Was een tof weekje. Moet ik nog even afscheid nemen van Flix? Maatje. Wat? Ik ga er weer snel onder. Oké, rustig aan, man. Ciao, maatjes. Ciao, tot zo. Oké, Marvin die gaat Noël even naar het station brengen. En dat is precies over 5 minuten om 6 uur. En dat is als ik mijn stream start. Dus ik heb hier alles alweer klaarstaan. En dan ga ik lekker die stream weer knallen. Let's go, super veel zin in. Even wat ik heb gevonden in de woonkamer, holy shit. Mijn bril die lag helemaal in de woonkamer namelijk. Ik heb in één keer een dikke vis gevangen. Dit is Sabientje met de 5 gifted subs. Even een kussie voor jou van de vis. Mwah. Ja, deze heb ik dus per ongeluk meegenomen van Daniel. En ja, ik weet eigenlijk geen eens of Daniel mijn naam heeft gegeven. Maar het is in ieder geval een knijters dikke snoek. Ja, past amper op beeldje. Hier moet je kijken. Sommige mensen vinden vissen saai. Maar totdat je aan het vissen bent geslagen en je vangt er een. Dat is echt vet. Ik ga deze doodmaken met zijn eigen pijlen. Oh, huh? Dat kan toch? Kijk, dan moet ik dichtbij genoeg staan. Knal power. Dan komt hij toch weer op hem. Volgens mij heb ik dat wel een keer gedaan. Ja, kijk. Dat was 1 hit. Kom op, hit jezelf. Iets dichterbij. Oh, ik wil hem echt doodmaken met zijn eigen pijl. Krijg je nou een opdracht voor? Het zou toch wel een soort van geheime opdracht moeten zijn in Minecraft. Ja, kijk. Dat was hem weer. Kijk, hoppakee. Ja, oké. Jij gaat gewoon dood door je eigen pijlen, vriend. Hij moet wel doodgaan voordat mijn schil kapot is, hoor. Want anders dan al die moeite voor niks. Oh nee. Nee, ik wil dat je doodgaat. Nee. Oh. Ik ben hier zo lang mee bezig geweest. Waarom doet hij dit nou bij mij? Echt super blij mee. Level 32. Let's go. Zo. Hier moet je geen claustrofobie voor hebben hoor. Om hier tussen te zitten. Jeetje. Wat een nauwe, knappe ruimte. Krappe ruimte hier. Oké, level 33. Daar gaan we voor, denk ik. Als het goed is, ben ik weer live, mensen. Hallo, ben ik weer. Yay. De allerlaatste keer. Oh, die hype in de chat is real. Die hype in de chat is real. Power. Ik heb nog nooit zo'n zieke hype gezien voor het vissen. Oh, wat? Jeremy Frieser. What? Hij geeft even 20 suppies. Holy shit. Als dit geen geluk moet brengen, daar komt hij, hè.
meteen afsluiten die handel, wat een kutspel. Nee, dat was het niet waard. Wauw, echt serieus. Wauw, dat was echt waardeloos. Maar hey, Minecraft. Minecraft? Oh my god, waarom noem ik jou de laatste tijd zo vaak Minecraft? Sorry schat, ik bedoel Myron, het is tijd voor Sims, let's go. Ja, dit moet je even iets inhouden. Ja, kijk, Myron gaat cheaten. Kijk, dit is Myron, hè. Hier is gewoon live op Twitch. Cheaten. Gooi me even ban in de chat van Twitch. Gooi me even ban in de chat, want gewoon even cheaten live. Doe je toch niet? Is het gelukt? Ja, kijk, nu kan het wel. Ja. Oh, nu kan het wel, hè. Oh. Kijk, je wordt geband, maar het staat in de chat. Nou, zeg. Oh, ik wil die auto. Ik wil allebei zo'n auto. Kom, hier. Nee, geef mij die muis. Nee, geef mij die muis. Myron, kappen nou. Ik mag bouwen. Ze willen ook een beetje entertainment. Hier. Nou. Druk maar op delete. Kijk, jij een auto en ik een auto. Maar dan een andere kleur. Kijk. We gaan meteen even zwemmen. Nou, natuurlijk vindt Marvin dat goed. Kijk. Dan draaien ze zo. Hey. Hoppa! Kijk eens even. Waar ben ik? Ja, ik kom eraan gesprint. Oh, hier krijg je ook gewoon zo'n vaardigheid erbij. Hé, hey, dat is gewoon een bommetje. Bommetje. Nou, we gaan aardig lekker zo. Oh. Hey, blij. Ja, je bent in je blootje. Nou, gaat Myron even ook in een blootje. Nou, nu snappen jullie waarom we zo'n hoog hek willen. Zo, dames en heren. Ik heb zojuist de stream afgesloten. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Ik heb het weer hartstikke leuk gehad vandaag. Hopelijk jullie ook. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol Power.